Pioneering wil ik hartelijk danken voor de uitnodiging, of in ieder geval de mogelijkheid die ik bij deze krijg om toe te lichten wat Bluedeck zou kunnen betekenen in de verduurzaming van de galerijflats. En mijn gegevens staan hier rechtsboven in het beeld. Ik had hem uitgezet. Dat is normaal een rondje, maar... wordt kort. Nou ga ik... Ik heb op beheer gedrukt, Geetje. Nou, ik ga dan naar de volgende slide. Probeer nog eens één keer op beheer, want volgens mij heb ik nog... Ja, nu komt hij eraan. Ja, nu doet hij het weer. Oké. Okay. Nou, dan ga ik kijken of dat ik... Ja. Nou, hier hebben we natuurlijk allerlei soorten type appartementengebouwen. En aangezien men met de nieuwe norm of de nieuwe bouwmethodes met dit soort dingen niet meer werkt, zitten wij dus met name zeg maar, in het renovatiegebeuren. Wat je dus veel ziet in die oude gebouwen, is dat je doorlopende vloeren krijgt. Je hebt eigenlijk een aantal type flats die veelvuldig voorkomen. We noemen dat een beetje gestapelde bouw. Het gietbeton of de prefabrikage. En in alle drie de gevallen zie je dit soort vloeren doorlopen. Dat betekent dat er een gigantische koudebrug is. Van buiten naar binnen toe. En we denken dat we op eenvoudige wijze dat soort problemen kunnen oplossen. Dat is te doen door het uitkragende deel wat je daar ziet. Dat is eigenlijk het deel waar je op loopt. Zouden we kunnen inpakken. Maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan de panelen die onder de glaspartijen zitten. Of in de deuren. Die we met kant-en-klaar en op maat gemaakte sandwichpanelen. Waar onze bloedekteken in verwerkt is, kunnen aanbrengen. En dat gaat snel, eenvoudig, dus ook aan de buitenkant van de woning. Om inderdaad de overlast voor de bewoners tot een maximum te beperken. Waardoor onderscheidt dit materiaal zich nou van het standaardwerk? Het is een zeer dun materiaal. Er is geen materiaal ter wereld tot op de dag van heden dat een hogere isolatiewaarde levert bij deze dikte. En dat is van belang natuurlijk. Het is een flexibel materiaal. Dit is brandwerend. Dat kun je boven op het plaatje zien, rechtsbovenin, waar een gasbrander onder staat van 1300 graden. En waar je aan de bovenkant toch je vinger op kunt houden, zonder dat je daar nou echt brandwonden gaat krijgen. Het materiaal is waterafstotend. Dat zie je door die blauwe druppel die daar zit. Maar is wel dampdoorlatend. We leveren het in platen, we leveren het in rollen. Het is een beetje afhankelijk van de toepassing waar het voor gebruikt wordt. Waarom is het materiaal nou zo goed? Nou, aerogel, dat is eigenlijk het basismateriaal van de Bluedeck deken, is een minuscuul klein luchtballetje waarin de luchtmoleculen eigenlijk niet meer kunnen bewegen, waardoor er eigenlijk geen energietransmissie meer ontstaat via de wandjes van de celletjes. Dat is eventjes een heel moeilijk of een redelijk ingewikkeld proces. In nutshell verteld. Wat zien we bij die flatgebouwen nou veel voorkomen? Niet alleen bij flats, maar ook bij balkons en dergelijke. Omdat die vloeren doorlopen, ontstaat er een condensatie. En die condensatie kan resulteren in een doorslag in de woning, in die galerij, in die plafonds, waardoor schimmel ontstaat. Nou, met slechts één laag Bluedeck kun je eigenlijk dat hele probleem kun je daar al verhelpen. En ben je van dat probleem ben je af. En afhankelijk van de energie of van de waardes, van de RC-waardes die je wenst te bereiken, kun je in een dikkere samenwerking. Dan kan het ook weer zo gemaakt worden dat je met afschot aan de gang kunt. Ja. Hoe gaan we die vloeren nou afwerken? Eigenlijk op dezelfde wijze zoals dat nu ook gedaan wordt. Gewoon met een bitumineus of een kunststof dakbedekking. Die je kunt voorzien van tegels op een tegeldrager. Je kunt een cementgebonden dekvloeren op aanbrengen. Gietvloeren. Je mag het zelf bedenken. We passen ons wat dat betreft zoveel mogelijk aan. Want het materiaal is drukvast. We kunnen een last hebben van ongeveer 8000 kilo de vierkante meter. Bij een 10% vervorming voor degene die er interesseert. Dat betekent eigenlijk dat we huisstaande keuken gebruiken. Dus nou, geen probleem. Naast dat hele gebeuren is het dus een materiaal dat bestemd is voor
hele diepe temperaturen. We gaan tot min 270 graden. Met een maximale temperatuur aan de bovenkant van 650 graden. En in beide gevallen, waar die problemen worden beweegd. Nou, ik sta op de week. Ik heb mezelf met tekens in de hand. Mochten er vragen zijn, we gaan ze proberen te beantwoorden. Dat was even mijn bijdrage aan de duurzame van de galerijflats en deze voor pioneering. Twan, dankjewel. Ik zie op dit moment één vraag waar je volgens mij al wat op inging. Is het drukvast bovenop een galerij? Ja, dat is geen probleem. De drukvastheid is 8000 kilo per vierkante meter. Dus per ofwel 80 kPa bij 10% vervorming. En dat is voor normaal huistuin en keukengebruik, om het even zo te noemen. Is dat geen probleem. En nog twee andere vragen. Wat gebeurt er als mensen een gat in het materiaal boren? Een bekend probleem bij meerdere materialen. Ja. In principe het materiaal, dan zal op die plek waar dat gat geboord is, zal er een koude brug of een warmtebrug ontstaan. In principe is het zo dat het materiaal daar zelf geen schade door leidt. Mede ook omdat het door en door waterafstotend is. Dus het volledige hydrofoob ook in het materiaal zelf. Oké. Ik kom niet allemaal toe. Ik neem een hele praktische. Ja. Hoe werk je het af? In principe wordt dit aangebracht zeg maar, op de bestaande vloer die er ligt. We vouwen hem, eventjes simpel gezegd, maar we vouwen hem om het balkon heen. Of om de galerij heen naar de onderkant van het kozijn. En de afwerking kan door middel van een bitumen of een kunststof dakbedekking. Of een rubber, of een tegels, of net wat de opdrachtgever wenst. Oké. En een vraag die ook nog had. Wat staat op dit moment grootschalige toepassing in de weg? Prijsvorming. Je ziet het bij ons in het embleem staan. We hebben wel een heel erg goed materiaal. En daar zijn we blij mee. En het heeft zich ook bewezen, et cetera. Dus wat dat betreft is het helemaal. Maar het is niet het goedkoopst. Dus je moet het daar toepassen waar je met andere materialen, qua ruimte of qua eisen ten aanzien van brandweerderde vochtigheid, niet uit de voeten kunt. Dat is eigenlijk de meest toepasbare mogelijkheid. En als je bijvoorbeeld denkt aan de borstwering in galerijflats, dat is ook zo'n ding. Daar kun je vaak ook niet te veel naar buiten komen. Nou, daar hebben we dus ook de oplossing voor.